Ze komen vermoedelijk via lekken in de riolering naar boven. Ratten in Deventer. Bewoners zeggen dat er in het oude deel van de binnenstad sprake is van een echte rattenplaag. Ze worden zelfs overdag op het horecaplein De Brink gesignaleerd. Elke stad in Nederland heeft wel last van ongedierte en in dit geval ook last van ratten. Dat is typisch iets wat met een stad te maken heeft. En Deventer is een oude binnenstad, een oude Hansestad. Wat oudere rioleringen. En dat is een prima habitat voor een bruine rat, zoals in dit geval, om daarin te overleven. Er is net zoals dat jaar ervoor een hele milde winter geweest, waardoor ongedierte eigenlijk niet doodgaat. En we merken nu ook dat het klimaat in deze zomer, ondanks deze regenachtige dag, ook mild is, waardoor ongedierte zich makkelijker vermenigvuldigt en dus uitstekend gedijt. Om de rattenplaag in de binnenstad te bedwingen, zet de gemeente Deventer ongediertebestrijders in.